Het is een beetje baknationaal vandaag, want we gaan de nationale sport der Belgen op zondag naar de bakker gaan achter krokante, kruimige pistolets. We gaan die sport naar mijn keuken brengen en we gaan zelf pistolets bakken. Goed. We nemen een halve kilo bloem. En daar begint het eigenlijk al. Dat is echt, we willen een super, super, super stevig, sterk deeg die helemaal kan oppoffen tot in een krokante pistolet. Dus het is eigenlijk niet eender welke bloem dat je hiervoor gebruikt. Best van al heb je zo'n beetje verrijkte bloem. Hè. Dus heel vaak zit daar dan zo wat vitamine C bij. Dus zo'n echte bakbloem om brood of pistolets te bakken. Dus alles begint met de goede bloem. 500 gram. Dat we zijn pistolets aan het bakken. Dus er gaat een klein beetje boter bij. 10 gram ongeveer. Zelf niet ongeveer. 10 gram sharp. 10 gram zout. Dat is redelijk kwaad. Dus je wilt echt zo... En dan water. Dus gewoon dat deeg gaan hydrateren. 300 gram water gaan we nemen. En dan gist. Ja, het is een halve kilo bloem. Dus een half blokje verse gist. En meestal dat is zo'n blokje van... wat is dat? 42 gram? 44 gram? Dat is telkens gemaakt voor een kilo bloem. Dus ik doe een half blokje. Je kunt ook drooggist gebruiken. Dan doe je het nog een keer gedeeld door 2. Dus dan zou je zo ongeveer 11 gram drooggist gebruiken. Het belangrijkste werk is gedaan. Dat is dat afmeten. Maar wat dan nu volgt is minstens even belangrijk. Dat is die gluten echt hun werk laten doen in dat deeg. Je wilt super stevig deeg, dus dat is echt 10 minuten aan een stuk kneden. Straks ga ik dan echt nog eens na die 10 minuten een rijst gaan doen van 10 minuten. Weer de lucht eruit kloppen en pas dan kunnen we weer verder met rijzen en bolletjes en zo maken. Dus we gaan een sterk deegje maken. Kijk, het is een mooi elastisch deeg. Nu gaan we dat portioneren tot pistoletjes. Een plaat om die pistoletjes op te leggen. Klein beetje inbloemen. Maar echt niet te veel, hè. Zo. En dan 70 gram. Heb je ongeveer nodig, dus ik denk dat dat zoiets kan zijn. Tjaka! Hoho, 70 op de kop. Voilà. Dan mogen ze dat gewoon even opbollen. Tot bolletjes. Klein beetje duwen. Kijk, zo. Perfecte bolletjes zonder een naadje. Zo. Ver genoeg van elkaar leggen. Terug al
een kwartiertje laten rijzen. Zo. En terwijl gaan we een papje maken. Een papje van griesmeel. Zo met een beetje lauw water, gist, klein beetje olie, klein beetje zout. En dan kunnen we straks van deze klassieke Belgische pistolet een echte tijger pistolet maken. Je kent ze wel, zo'n beetje dat gemarmerde, gekrakeleerde effect bovenop die pistolet. In het Engels noemen ze dat giraffe bread. Ik vind het eigenlijk wel nog grappiger. Eigenlijk is het een giraffe pistolet. Maar goed, klein beetje van die verse gist die we nog over hebben, ga hier ook bij. En dat is eigenlijk waarom dat straks gaat krakeleren. Dat is omdat dat rijst, griesmeel, dat ja, rijst niet helemaal mee gelijk klassiek tarwedeeg. En daardoor krijg je dus die ja, tijger of giraf. Of eender welk dier dat je wil. Zo. 5 grammetjes ongeveer. Dan een beetje suiker. Gewoon een kristalsuiker. 3 gram. Evenveel zout erbij, ook ongeveer 3 gram. Zo. Dan ongeveer 4 gram olie. En dan een klein beetje lauw water, dat je zo dat perfect papje krijgt. Dus dan indienen hier. Zo wat lauw water. Ook even afwegen. Normaal heb je ongeveer 65 gram water nodig. Kijk. Ziet er goed uit. Om zeker te zijn dat we een goed warm plaatsje hebben, ga ik hier mijn oven gewoon op boven- en onderwarmte op 30 zetten. Dat is ideaal. Zo zijn we zeker dat dat een beetje gecontroleerd is qua temperatuur. Dat griesmeelpapje, die gaat er nu bovenop die pistolets gaan bestrijken. Als je daar nu een klassieke pistolet van zou willen maken, dan moet je nu eigenlijk zo met een plankje een sneetje geven voor die 2 billetjes van een pistolet te krijgen en dan omgekeerd laten rijzen. Zo. 1 uurtje, 30 graden. Niet te veel tocht, gewoon wat boven- en onderwarmte. Zo. Dat laagje zit daar ook mooi op. Goed. Thuis pistolets bakken is net iets moeilijker dan in een bakkerij. En je wilt dat die pistolets mooi gonfleren, dus je hebt heel veel hitte nodig. Dus mijn oven staat hier op 235 graden. Dat is ongeveer het warmste dat die kan. In boven- en onderwarmte. Dus boven- en onderwarmte, geen ventilator. Dus je wilt gewoon hitte, 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 hitte. Zo. En nu ga ik die pistolets op die warme plaat gaan leggen. En dat is hier mijn grote vriend als ik thuis pistolets bak. Even zo een plantenspuit, gewoon water. Het wil constant eigenlijk die dampvorming. Kijk, zie je? En dan nemen we gewoon broodje per broodje zo los. Je wilt die toch echt mooi van onder pakken telkens, dat de lucht er niet uit. Sterk deeg. Nog een keer besproeien. Die gaan dan gewoon vlug in de oven. Binnenkant mogen ze zelf ook nog eens besproeien. Niet mee inzetten. En dan, hup, dicht. Am I
thinking of. Am I too caught up on this time? Ons pistoleetjes in de rooster om ze te horen. Als ze genoeg gebakken zijn. Ze zijn niet allemaal even mooi rond, maar het zijn wel allemaal tijgers.